Neem ons eens mee. Hè. Jullie trainer staat ook in de belangstelling. Als we het goed hebben, hè, dan is het nog maar één gesprek verwijderd om volgend jaar hoofdtrainer te worden bij Sportclub Heerenveen. Leeft dat nou zo binnen een groep? Heeft dat invloed op een selectie, denk je? Ja, nee. Eigenlijk niet. Kijk, de voetballerij, eigenlijk is elke speler een BV'tje op zich. Even tussendoor. De fans in Heerenveen, die vragen... Zouden deze mensen uit Heerenveen komen? Ja, heb je Jurgen Strepp al gevraagd of hij je wil meenemen naar Sportclub Heerenveen? Fan. Nee, heb ik niet gevraagd. Maar ik weet zelf ook niet hoe... Kijk, hij zal ongetwijfeld met Heerenveen in gesprek zijn, want... Waar ook is altijd wel is natuurlijk een klein beetje vuur. Alleen, daar heb je het binnen de club helemaal niet over. Daar zijn we echt met Willem II bezig. En iedere speler en iedereen in de technische staf heeft altijd wel iets. Hè. Je bent toch een soort van eigen BV'tje. De ene zijn contract loopt af, de ander is gehuurd en de ander heeft dit. En dus uiteindelijk is er één gemeenschappelijk belang. Daar moet alles voor wijken. Dus het is niet zo dat iedereen met elkaar bezig is, wat ga jij dan doen en loop je contract af en ga je bijtekenen. Je hebt een goede band, denk ik, toch? Met Jurgen Strepp. Het is niet trainerd. Lekker, volgend jaar naar het noorden? Nee, wel gewoon een goede band. Alleen, die band zorgt er nou ook voor dat we echt ten koste van alles willen handhaven. Dat is wel echt geen waar we mee bezig zijn, hoor. Heel erg te focus staan. Maar je verwacht niet snel dat er een homeless uitbreekt binnen de selectie nu in deze negatieve serie? Nee. Ten eerste hebben we daar de groep helemaal niet voor en ten tweede... Maak je het in de voetbalrij zo vaak mee dat iemand al weggaat of dat er andere mutaties zijn. Dat niet de reden mag zijn om afgeleid te worden. Je ziet bij Groningen nu wel Van der Looy. Je kan niet clubs met elkaar vergelijken. Nee. Ja, toch? Dat zie je. Dat, nee, is iets... Ja, misschien is het ook de reden geweest van niet verlengen. Alleen het is altijd een beetje makkelijk om nou te zeggen het ligt daaraan. Misschien dat het toch uiteindelijk een rol speelt. Het ligt ook denk ik een beetje aan wat voor spelersgroep je hebt. Ja. Het verschil is denk ik met Strepel, die gaat gewoon een promotie maken en Van der Looy die stopt er gewoon helemaal mee. Ja. Ik bedoel, die heeft nog een andere club. Ja, nee, er zit zeker een verschil. Misschien Vitesse, hè? Ja, Vitesse hoorde ik, ja.